Hij noemt zijn naam niet. Dus ik ga ook geen stemvervormer erop gooien. Zal wel. Geweld? Yes. Zeg ik. En je had een vraag. Ja, over het feit dat wij aan de deur zijn geweest. Een week geleden. Ja, spreek ik met degene die bij mij aan de deur is geweest of gewoon een collega? Oké. Nee, ik ben bij aan de deur geweest. En ik vroeg me gewoon af met alle commotie wat bezig is, alle illusies die mensen voor me neer proberen te leggen. Is er verder iets gebeurd met nadat jullie hebben lopen neusen? We hebben een melding gehad, hè? We hebben toen ook gezegd van een meneer uit Eindhoven die zich zorgen maakt om je. En daar zijn wij bij aan de deur geweest. En nou, we hebben jou gesproken daar. En dat hebben we vastgelegd tot we met jou besproken. En dan is het voor ons klaar. Oké. Doen wij er verder niks meer mee. Oké. Nou, dat is gewoon eigenlijk wat ik wou weten. Ik heb zoiets van als ik. Ik kleur het even naar een ander beroep in, maar als ik een leraar zou zijn. En er wordt een melding gemaakt dat er een kind gepest wordt. En ik ga bij dat kind langs om te kijken of hij gepest wordt. En ja. Dat blijkt zo te zijn, ja, wordt gepest. Je kwam bij mij, natuurlijk zat ik niet onder de blauwe plekken. Ik had geen messen in mijn rug of zo. Maar alles wat ik te vertellen had, dat is toch wel een heel boel. Dat is bijna een film, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Klopt. Ik heb niet echt wat gehad aan politie. Ik was ook niet op zoek naar hulp van politie in die wij. Ik bedoel, jullie zijn bij mij aan de deur gekomen. Ja. Maar dit voelt echt alsof het had net zo goed niet kunnen gebeuren. Het gaat voor jou inderdaad. Ja. Ja. Het gaat toch om mij. Bij ons, er kwam geen hulpvraag bij jou vandaan, maar er was meer iemand die zich zorgen maakt van jou. Ja, iemand uit Eindhoven, Fidere. Daarom hebben we jou getrokken. En, ik... Totaal niet bezig met waarom die melding dan kwam. Hè? Ze hadden niet eens de moeite gekeken om een van mijn video's op YouTube te kijken waarvoor die melding kwam. Ze kwamen gewoon meteen aan de deur. Ik moet zeggen, Ik zag er wat van uit. Jammer dat ik zoveel praat. Hij wil dingen zeggen. De hele dag gebloot had, de hele 24/7 een bromtoon in mijn hoofd heb. Toch wel last heb van mensen die aan het kopiëren zijn op internet. Last heb van gangstalking. De familie die dat allemaal. Ja, lijkt toch wel iets met een erfenis te zijn. Ik heb zelfs een DNA-test laten doen. Lijkt toch wel dat ik niet een Wilkie ben. En mijn moederskant van Diepe is ook niet echt in me te vinden. Maar haar moederskant is wel weer in mijn DNA terug te vinden. Lijkt net of ik een incestkind ben. En met al die dingen wat nu speelt. Ja, leek toch wel. Ik deed de deur niet open. Joepie, politie, ze komen mij helpen. Want ik had al een beetje het idee. Er wordt vanaf een verkeerde hoek wordt er gekeken. Ja. Nee, ik vind wel, dit is niet echt politie. En je legt ze die hele hoek uit? Ja, dat doet niks. Verder. Ze snappen er blijkbaar niet dat de hele Pizzagate, de hele Jeanette Ossebaard, en dat maakt dingen wakker bij mensen. Waar zijn al die psychologen, die mensen die slimmer zijn, die wel als analisten over dit alles aan het heen kijken zijn? Ik ben dit ook aan het delen om te laten zien dat politie vindt dat ik, ja, prima allemaal. We gaan je ook niet helpen of zo. Hun doen niks verkeerd. Ik doe niks verkeerd. Ik mag doen wat ik wil doen. Zeggen wat ik mag zeggen. Het is dat er bepaalde richtlijnen zijn, hè, op de YouTube en Facebook en zo. Vanwege het RIVM. Dus de Armageddon prik noemen we het dan maar gewoon. Ik mag alles zeggen. Alles doen. Alles. Vrije meningsuiting en zo. Ik vind met zulke dingen hoor je niet zelf... Zoiets duidelijk. Ik hoop gewoon dat de notities die... Al ging het om één ding. Hij probeert het zo meteen te draaien naar incest mag gewoon in Nederland. En hij draait helemaal weg dat ik ook gegangstalkt word. Dat ik gecyberstalkt word. Dat er een copycat bezig is. Dat er ID-fraude blijkbaar. Dat er geld gestolen wordt en zo. Lullen ze allemaal om, hè? Alleen maar om niet te hoeven helpen.
Want dat hele Fidère en al die CIA-agenten zoals een Chris... zijn allemaal gewoon dingen aan het doen om het onder het kleed schuiven. Weg uit de media, zodat niemand het meekrijgt. Het is niet de bedoeling dat de mensen wakker werden van het hele Jeanette Ossebaard-programma. Nee. Verwacht zijn dat het verder gaat en dat er dan wel gewoon gecontroleerd wordt. Klopt mijn ID-kaart wel? Wordt er een fraude gepleegd onder mijn naam? Weet ik veel wat er allemaal. Maar dit voelt wel een beetje als... Ik kan het net zo goed uitgummen en net doen alsof het niet gebeurd is. Ja. Ja. En is dat oké voor jou? Of want dat hebben we toen ook besproken. Hè? Wat zou je willen dat de politie voor je doet? Dit is hij absoluut niet... Zeg ik hem ook zo, hè? Hier is hij absoluut niet mee bezig geweest. Wat ik vind dat ze moeten doen. Maar dan leg ik hem wel even uit. Ik ben er stil van. Ik kan me niet heugen dat het op die manier is gegaan. Uiteindelijk zijn jullie gewoon de deur uitgegaan en daar was zelfs slaap lekker. En ik was het van die Bronto, wat al een beetje als een bliksempie in mijn hoofd, dat ik dacht van... Echt, ben je hele verhalen aan het vertellen? Komen ze daarna gewoon zulke de express blijkbaar? Echt, bij mij ging echt, ik werd er echt gewoon boos van. Ik ben ook gewoon niet boos naar de gaan doen, maar ik ben echt sarcastisch naar de gaan doen. Ja, jij ook slaap lekker, hè? Bedankt voor het luisterend oor. Hè? Nou, bedankt dat jullie langs waren gekomen. Echt belachelijk, wat kunnen ze voor me doen? Hoeveel instellingen, instanties zijn er binnen een politiebureau? Waar ze bezig zijn? Nou, wat dat nou jullie... Luisterend oor, het inlevingsvermogen. Ja. Maar ik laat het hier gewoon bij. En op het moment dat ik dan denk dat ik politieaangifte moet gaan doen of zo. Ik ben gewoon bezig met iets spiritueels, met iets richting God. En dat kunnen mensen weglachen en noem maar op. Maar ik ben gelukkig niet de enige die... En ik maak een stuk... Er komt wat boven bij mensen... Mensen die zijn hun trauma's weer aan het voelen. En maar blijven liegen. En maar niet aan mij de dingen kunnen geven. Spiritueel of gelovig is. De dingen die met mij gebeuren. Ik ga wel gewoon schepjes erbovenop gooien. En de toren op mezelf afroepen. En dan vind ik goed. Wel dat als vindt in de toekomst goed. Blijkt. Dat alles wat ik zeg echt met me gebeurt. Dat er wel onderzoek. En hoeveel gebeurt er met me? Dat weet die agent allemaal. U neemt ook telefoongesprekken op. Gedaan mag worden naar agenten die hier eerder aan de deur geweest zijn. Oké, ik vind dat ik gewoon wel mijn werk gedaan heb. Echt belachelijk. Ik kan gewoon een melding vanuit horen maken naar de politie. Dat ik me zorgen maak. Om een van die mensen die op Fidère pagina's voorbij komen. Dan gaat politie gewoon langs. En als die man mensen waar dan niet daar waar ze belachelijk om gemaakt worden. Daarom ze, nee, ze leggen echt gewoon hun problemen uit. En wat er gebeurt. En wat ze allemaal aan het ervaren zijn. En dan gaat ze gewoon weer weg. Het is echt sommig van hun. Ik vind dit. Het is net alsof je even een vriendendienstje voor het Fidère Chris kwam doen. Echt belachelijk. Dit is geen politiewerk, toch? Ja, misschien, hè? Mensen zijn hunzelf kapot aan het maken, want ik mag doen wat ik mag doen. Dus ik mag overal, en je hebt het gezien, ik mag overal schepjes bovenop gooien. Ik mag een toren op mezelf afroepen, zodat politie wel echt hun werk kan gaan doen. En denk je dat ik dan toelaat dat politie alleen gaat beoordelen op daar waar ik de toren laat instorten? Nee! Dan gaat alles gecontroleerd worden ook. Dan gaan ze al mijn video's mogen terugkijken. Dan ga ik schadevergoedingen aanvragen van al die instellingen die hiermee te maken hebben. En al lang al horen in te grijpen. Laten we het hierbij. Dan bedankt voor... Jullie komen naar een melding vanuit... Omdat er een man ergens in Eindhoven... Echt een paar uur verderop komen jullie langs verhaal halen. Ik geef jullie het hele verhaal en daar doen jullie niks mee. Zo klinkt het voor mij, hè? Ja. Weet je wat het is? Voor ons is het... Wat kunnen we ermee? Je bent de fucking politie.
Wat moet je ermee? Ga fucking inspectiewerk doen. Ga politiewerk doen. Ga al mijn video's terugkijken. Jullie zijn al lang al met dat bezig. Dit is gewoon de ene tak van de politie. Is gewoon de andere tak van de politie. Dat stomme vangnet. Waar allemaal ratten en slangen in zitten. Ik heb in mijn video's een heleboel mensen aangekaart. Die nu wel in de gevangenis zitten hoor. Ook zoiets. Het is niet alleen wat er met mij gebeurt. Het is niet op dat internet met de gangstak, cyberpesten en zo. Het is niet alleen dat wat familie en het sneaky en dat liegen en weet ik het allemaal. Het is gewoon dat ik alle ratten en slangen, alles wat ik aanwijs en zeg, dat, dit, zo. Het is allemaal aan het gebeuren. Ik ben gewoon in mijn eentje al dit werk voor politie aan het doen. En ze doen net alsof ze niet luisteren, want anders heb ik ook al het werk gedaan. Dus zogenaamd luisteren ze niet en een maand later pakken ze die op. Ik ben de enige die hier al met burgerrechten, mensenrechten, de enige die serieus en de waarheid kan spreken. De rest is allemaal met poppenkastacteurs. Een Wouter Raadgever, een Misha Kat. Degene die bij Kaag met die fakkel voor de deur stond, heb ik ook gezegd dat die erbij hoort. Stond ook op mijn eerste kamerplaatje. In mei 2021. Ik wil aan het vertellen dat gewoon de opstand in Nederland, hun die de boel aan het opstoken zijn op het internet, daarom beschermen ze aan het opstoken, aan het promoten tegen de vaccinaties, heel erg promoten tegen de Jong, tegen Rutte, tegen Kaag. De politie is gewoon samen aan het werken met maffia. Niks mee. Heel simpel. Ondertussen denk ik dat ik geen Wilkie ben, geen Van Diepen. Lijkt het toch wel alsof ik misschien wel een incestkind ben. Doen jullie ook niks mee. Dit is wel iets wat ik allemaal mee ga nemen. Ian, luister. Eerst noemt hij me, in de eerste keer noemt hij me Ian. Daar komt een soort van stilte moment. Nu noemt hij me Iwan. Ilan daarna. Allemaal express, hè? Brainfuck ding. Want hij schrok zelf ook hoe netjes en hoe duidelijk hij mijn naam uitsprak. Zo van, ik ken je al heel lang. Ik hou je een tijdje in de gaten. Fijn dat jij iemand bent die voorkomt dat incest. Wat moeten wij ermee? Ja, wat moeten we ermee? Als het nou alleen incest was, dingen verstopt kunnen worden. Dat gaat erom dat er erfenissen gestolen zijn. Het gaat erom dat na die incest gerommeld is met papierwerk. Dat adoptiebureau misschien ook wel er te maken heeft. En dat ik iemand ben waar nog een ID-kaart achter schuilt en mensen daar al geld mee aan het verdienen zijn. Geld aan het binnenharken zijn. Ik weet het niet hoor, welke instellingen er allemaal liggen dan bij politie. Maar moet ik daarmee bezig zijn met alles wat er met mij gebeurt? Zeg ik, jullie kunnen er blijkbaar niks mee. Maar ik neem wel aan dat jullie wel allemaal instellingen binnen de politie hebben, waarbij de ene met fraude bezig is, waarbij de ene met geldzaken bezig is, waarbij de andere wel met incest bezig is. We hebben een afdeling, zeden, maar er moet wel iemand zijn die vindt ook dat die slachtoffer is. Ja, maar als hun niet de slachtoffer zijn, omdat het bij hun hele satanische rommelzooitje hoort, dat ze expres zo'n kind creëren om het later hun ziel te kunnen verkopen en uiteindelijk te kunnen opofferen, dan gaat het toch om het kind? Wat gaat het dan om de ouders? Van incest. En dat is niet het kind dat voortkomt uit de incest. Nee, want dat weet hij niet. Want er zijn allemaal leugens. Het enige wat ik kan aantonen is dat ik een DNA-test heb gedaan. En waar toch wel duidelijk is dat er geen enkele Van Diepen of geen enkele Wilkie met mij een of andere. Nee, ik moet dat ook gewoon zelf doen. Dus wij doen er niks mee. Wij doen er niks mee. Ik leg vast weer dat je hebt gebeld. Leg die even vast voor me. Alleen wij kunnen op dit moment, wij kunnen gewoon niks voor je betekenen. Nee, maar dat zijn ook. Alle bewijzen, alles wat ik aankaart. Dat hele copycat, dat hele gangstalking, dat hele cyberpesten. Het elke keer een nieuwe, mijn derde telefoonnummer. Het terugdraaien van dingen op YouTube.
Nee, wij kunnen niet helpen. Wij weten niet hoe we moeten onderzoeken. Criminelen hebben de opperhand hier al. We moeten wachten tot er echt iets gebeurt. Wat ik wel weet, meneer. Ik ben niet ruzie met u aan het maken of u iets aan het beschuldigen. Maar ik vind wel dat... Ja, nu, ik kan ook niks bewijzen. Ik kan alleen maar bewijzen dat ik gekopieerd word op internet. Ik kan bewijzen dat ik word gegangstacht. Ik kan alle koppen aankaarten die hiermee te maken hebben. Tot simkaart dus, aan toe. Dit zal pas als er echt iets gebeurt, bij wijze van spreken. En vanaf... Dus wat, als ik nu naar mijn ouders toe loop, de spiegels van hun auto aftrap, alle ramen inkanker. Daarna gewoon naar hun huis toe ga, alle ramen inkanker, alles overhoop gooien en zo. Als Andy of Jannie iets denken te doen, pak ik hun ook gewoon aan. Gaan we gewoon net zo lang door tot de politie komt. Is dat de bedoeling? Dat is niet ik, hè. Dus ik ben ook niet van plan om daarheen te gaan. Hun zijn die smerige, duistere mensen die... vast horen te zitten. Ik ga niet zoiets doen om vast te zitten. Omdat hun me aan het opjagen, opfokken. Hun probeerde dat te vormen. Ik ga daar niet in mee. Hun zijn dat. Hun mogen hun zelf breinfokken. Daar een onderzoek moet plaatsvinden. Dan pas zal er ook een groter onderzoek komen. Begrijp ik dat, toch? Ja. 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 Dus ik moet eigenlijk gewoon... Ik ben helemaal niet gewelddadig of zo, hoor. Maar ik ben wel... Dat is het vervelende in Nederland. Er moet eerst iets gebeuren. Ja. Kan alles aankaarten. Er is helemaal niet een undercover spion of wat dan ook nodig. Want dat ben ik zelf gewoon. Ik heb mezelf geen één keer in een slachtofferrol gevoeld of gezien, maar ik zie dat er allemaal daders om me heen die me wel zo aan het behandelen zijn, en dat heb ik allemaal aangekaart. Van elke e-mail naar elke chat, en dat het gewoon nog echte mensen zijn ook. Ik kan ze allemaal linken via bruggetjes en dingetjes nadat het echte mensen zijn. Ik kan alles aankaarten, behalve incest dingen. Maar als jullie je onderzoek gaan doen, er komt een test bij mij waarbij ze zien dat ik 2 jaar jonger ben. Ze gaan bepaalde mensen opgraven om autopsie of hoe dat ook heet te doen. DNA-test. En dan gewoon kunnen zien wie mijn vader, wie mijn moeder is. Dan gaan geld sporen. Follow the money. Dan wordt vanzelf duidelijk waar dat geld vandaan komt. Rekeningen in het buitenland. Het is niet zo, ik heb genoeg films en series gekeken. Ik heb genoeg documentaires gekeken. Gewoon real life, echt dingen over wat politie en detectives kunnen. Ik word hier gewoon zwaar genijd. Ik word gewoon niet geholpen. Simpel. Ik heb wel het idee dat ik dingen aan het losmaken ben. Mentaal bij en psychisch bij degene die me... Laten we het daarbij houden. Politie weet alles. Niet alleen omdat ze hier binnen zijn gekomen, maar omdat ik het ze nog een keer heb uitgelegd via de telefoon. Met alles waar ik vind dat ze me tekort in doen. En ik gewoon kan uitleggen waar ze de tekorten mee kunnen oplossen. Maar nee, het moet alleen maar weer gaan. Hun zijn alleen maar bezig. Dus met zedendelicten waar niks bewijzen, niemand bla bla bla. En de rest wordt allemaal weg. Maar wanneer ik zeg, wow, alles wat er met mij gebeurt, het is net één grote film, hoor, ik weet het niet. Ja, dat ziet hij dan wel weer, want hij heeft wel geluisterd. Maar het is gewoon een heleboel weg en dan alleen maar op één ding inhaken. Ik ben niet van plan om weer in slaap te duzelen. Dus dit gaat door totdat, simpel, mijn geld of je leven.